Hallo allemaal en welkom bij de Minecraft Challenge. No wooden and stone tools. Ik heb een inspiratie gekregen van Waddles. Die heeft een keer no wooden tools challenge gedaan. En geen crafting table, want doordat kwam dit idee. Om het dus nog moeilijker te maken. Maar de goal is dus een diamond te krijgen. De bonus chest staat er natuurlijk uit. En ik weet niet welke wereld we krijgen. Dus we zullen in de wereld gaan en kijken wat we zien. Ik zit in Minecraft 1.14.4, dus niet in de latest Minecraft snapshot, hoe iedereen het altijd zegt. Want gewoon puur, ik heb nu Optifine. En Optifine is echt wel makkelijk. Dus, go! Oh, ben ik bij een kip ook. Dus ja, we mogen wel hout hakken. Oh, mijn mic is geluisterd. Is een beetje uit. Zo. Ja, dat is best lastig. Trouwens, ik heb hier een texture pack. De mensen weten dat wel. Vanilla Tweaks. Ik zou de website in de beschrijving zetten. Voor mensen die dat ook willen hebben. Dus geen wooden en stone tools. Dus we kunnen dus geen stone krijgen. Dus alleen maar via... Hoe wil ik dat doen? Lastig. Maar nu wel sticks, maar heeft helemaal geen fucking zin. Wat ik eigenlijk wel wil zoeken is... Oeh, ik moet schapen hebben voor de nacht te overleven. Ja, lekker! We hebben schapen, dus dat is al een mooi pluspuntje. Dat we altijd kunnen slapen wanneer we willen en dat we niet dood kunnen gaan. En misschien gaat deze serie juist wel door laten gaan om nog meer... dus er meer challenges te doen. Ik heb namelijk al leuke ideeën, namelijk om een Wither Skeleton Skull, of ik zeg altijd Wither Skeleton Skull, maar het is gewoon Wither Skeleton, met de overall te brengen en dan iets mee te gaan doen. Maar dat ben ik inderdaad ook aan het doen met survival die ik niet opneem. Dan moet ik dus How Did We Get Here achievement hebben. Want zoals je... Oh, ik heb er al drie wat. Zoals je weet... Oh, die zit er niet bij. Dat vind ik jammer. Doe ik even zo, slash... Man, ik wil hem even laten zien. Dus ook slash advancement. Grant. Yep. Dan kan ik laten zien wat ik ermee bedoel. How did we get here? Deze. Best lang. Have every potion effect applied at the same time. Oké, als ik het even weg ga trekken, dat is lezen. Wow, alleen maar dat. Laten we gelijk even een bed maken. Je zag het lang door. Klaar. Have every potion effect applied at... the same time, en hier is het have every status effect, was het toch? Every effect, oké, dat is inderdaad een moeilijk. Oké, wat we dus eerst moeten zoeken, ja, call hebben ze niks, hier doet het wel lang. Even denken. Blijft ook gewoon doorgaan. We moeten een village zoeken, een village. Even hier omhoog. Hoppa, kunnen we even kijken wat er in de verte te zien is. Wow. Ik zet hem even op 32 chunks. Dat we ver genoeg kunnen kijken of we misschien een village. Of iets in de richting waar de village kan spawnen zien. Misschien even op een andere boom. Zal ik zo chillen update dat dit kon. En ook, ja, kijk, en blames. We moeten daar even heen. Oh, ik denk al, hoe heb ik level 38 gehaald? Maar dat komt door al die achievements. Ja, man. Dat is best wel veel trouwens. Dus als je een enkel leveltje dus eigenlijk krijgt, maar alleen maar via achievements, heb je toch best wel veel. Oh, ik zie alleen maar iron, maar daar heb ik niks aan.
Ik weet gewoon dat ik een village tegenkom. Want ik moet mijn eten branden in een soort van oven. Die hebben de roke oven, zeg ik dat heel graag. Smoker, zo. Dan kan ik daar wat hout in doen, even wat raw met en dan hebben we genoeg. Voor de komende tijd. Alleen dat is nog wel moeilijk. Want ja, een village zoeken is ook wel een lastige klus. Ik vind het trouwens wel heel mooi. Ik had hem net in beeld. Bodel is heel erg raar. Geen bomen. Nee, volgens mij hebben we hier niet geluk. Are you kidding me right now? Dat is echt moeilijk. Ja, of we moeten wachten tot de creeper. Maar dan moet ik een halve dag wachten. Een halve micro dag. Oh man. Dat is balen. Dat is echt wow, dat was heel erg. Ik zag het namelijk eens niet. Het gaat nog wel door. Wie weet, misschien wel een shipwreck. Zo. Oh nee, dat was wel een. Inderdaad, iets dat je dat wel moeilijk kan doen. Weet je? Nee, dat is juist moeilijk. We moeten juist wel. Hé, hey, oh, what the heck? Kan je dat zagen? Dus we moeten eerst nog ook iron. Wacht, geen iron tools. Dan moet ik eerst. Hoe krijg je de fuck dan iron? Dan moet ik traden. Dan wordt het een lange serie. Een korte dan. Dan wordt het inderdaad een hele korte serie. Of een hele lange, want ik moet alles gaan doen. Alles zoeken. Sorry, het spijt me. Maar je gaat eraan. Dankjewel. Ik heb wat meer vlees nodig. Sorry dat je die maatje ziet doodgaan. Maar ja, het moet helemaal. Het moet helemaal zo. Yes, ik zag ze helemaal niet. Maar het zijn ruins. Die zijn best dichtbij. Dus dat is heel erg chill. En hopelijk kunnen we daar wat chill items vinden. En een buried chasm wrap. Kunnen we gaan hakken. Kunnen we zoeken. En hebben we eigenlijk al diamond gevonden. Maar dat is een hele korte serie dan. Oh nee. Oh. 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 Ja. Nee dus. Oh my god. No. Tridents, no! No. Nee, ik wil wel dat we uiteindelijk een diamond chestplate moeten maken. Want het is net even wat moeilijker te maken. Dat is mijn regel die ik ga toepassen. Wacht, waar moet ik heen eigenlijk? Ik vertrouw dat echt niet meer. Ja, hierheen. Toch? Ja. Oké, zo half hartje. Dat is me nog nooit gebeurd. Dat is zo. Ja, die spannen. Dat zag je, dat die spannen. Oké, een diamond chestplate. Dat wordt dus ons doel. En niet alleen diamonds. Ik had trouwens een zadel tegenover de paard. Ik weet niet of trouwens dat je dat kan vinden. Is een buried treasure map. Buried. Zie je, ik haal alle termen door elkaar heen. Ik kom maar één voedsel bij. Lijkt wel berries, joh. Als we berries tegenkwamen, was dat best wel chill geweest. Maar je kunt ook niks koken, net zoals dried kelp. Anders had ik dat al lang gedaan. Het zit eigenlijk midden op de oceaan. Are you kidding me right now? Dat is. Oh. Dat is ook moeilijker zoeken dan ook. Want dan moet je. Oh man. Vis, kom hier. Ik wil je eten. Geef me een vis. Ik moet healen. Geef mij vis. Want ik wil weten hoeveel vis geeft. Ja, dat is ook maar één. Ik hoop dat die open is. Oh nee.
Dit gaat niet werken. Ik moet eerst. Ik heb een idee. Heel veel blokjes hakken en de tunnel graven. Dus ik ben een kamertje waar ik daar kan blijven zitten en ademen. En ik veilig ben voor alle. Fuck dat. Oké. Dat is heel dom gedaan, dus dat ook hetzelfde. Oké, wow. Kool. Oh, kool. Kijk. Ook niet ademen. Nee. Waar is de kist? Is niet het dienstband, hè? Gewoon puur omdat hij. Nee, toch? Nee. Is er maar één kist? Is er echt maar één kist? Nee, toch? Nee, dat vast niet. Het gaat er door. Ja, dat gaat niet weer. Oh shit. Oh shit, help. We hebben een beetje spullen. Potatoes, dat is heel chill. Ah, we kunnen ons bed gereed maken. Kijk, als we dat zand pakken, want dat is wel handig. Daar is weer een plains biome. Oké, dan moeten we daar eens heen. Ik wacht even tot de nacht valt. We hebben wortels om te eten. Yes! Oh, dat is chill. Het geeft niet veel, maar het is wel wat. Wat is dat? Oh, waar is mijn C? Oh, bloem. You can only sleep at night and during a thunderstorm. Hè? 811? Weet je wel. Dat is best veel. Jammer dat we dan niet de andere kist kunnen vinden. Ja, dit gewoon te lang, want we kunnen geen tools maken. Jammer dat je geen tools. Ja, maken en wel gebruiken als ik ze vind. Dat is trouwens nog moeilijker. Hoe de fuck kom ik. Als ik ze niet mag maken, hoe de hel kom ik dan aan een fucking stone pickaxe en hoe kan ik dan iron gaan hakken? Volgens mij is dat nog een grotere klus. Volgens mij is dat niet eens een mogelijkheid. Daar komen we wel achter, dat is trouwens heel sad. Wat? Dat blokje is helemaal. Dat gebeurt eigenlijk nooit bij mij. Ik probeer allemaal dingen in deze serie te doen. Nou, serie, ik kan niet de serie noemen. Dus waarom ik zo benieuwd ben, waarom eigenlijk het water zo helder is, dat is ook bij Vanilla Tweaks. Dus dan zeg ik even dat het bij zit voor de mensen denken, je hebt night vision, alleen er is, je hebt het uitstaan dat je het ziet. Maar nee hoor, ik zie het niet. Dat is gewoon, ah, dat is een eiland, serieus. Nou, op het einde kan ook een village spannen, dat had ik daar niet van. Het is niet dat ik al te lang doorga nog vandaag, want ik wil gewoon kijken of dit leuk is om naar te kijken. Wow, dat ziet er heel cool uit, de piek. Benieuwd of ik die nog. Oh, dat is misschien wel leuk voor de thumbnail als ik dat kan maken. Ah, dat is puur een eiland, daar heb ik niks aan. Holy shit, dat is echt een piek. Holy damn. Dat ziet er echt super vet uit. Dan moeten we absoluut eventjes een screenshot van maken. Gewoon puur hoe cool die eruit ziet. Ik denk al, het is pieken wel, maar ja. Zo, daar kan ik misschien wel een hele mooie thumbnail van maken. Voor mooie plekken in Minecraft maak ik altijd een screenshot, want ik weet nooit waar je tegenkomt. Dat is altijd wel cool. Nou, het is allemaal Minecraft, maar een game. Maar, ja. Of ik moet trouwens een mineshaft vinden. Oh, serieus? Ik zie het echt pas laat, dat is echt niet te geloven. Oh, dat was heel close. Ik dacht, ik ga dood. Wel op de kop, maar ik hoop. En hoop ik serieus dat we wat iron kunnen vinden. En dan kunnen we dat wel maken. Dat is trouwens wel een optie dus. Are you kidding me? Nee, zo kan je niet zijn. Nee.
Nee, zo kan je echt niet zijn. Oh, moet ik een deur gaan maken? Want met een deur kun je ademen. Help. Ook zo zonde van het hout, maar het werkt wel. Waarom moet dat er ook boven zitten? Dat is nog nooit bij mij gebeurd. En als ik deze challenge heb, dan gebeurt het. Hoppa, kijk, we kunnen ademen. Dat is veilig. Dat is fijn, oké. Daar gaan we. Zie je over een drie kwartier terug. Hè? TNT. Dat is best handig. Deze pistje stuur wat geeft. Oh, ik kan hem niet. Oké, okay, laat maar. Oké, okay, even nog een andere kist. Want er waren er volgens mij meerdere. Wow. Ja, hier. Oh, dacht ik. Ja, hier beneden. Daar beneden. Ik heb een deur. Huh! Oh! Yes. Oh my god, fuck die village. Yes, jongens. Het is ons gelukt. Nou, de helft van de challenge is eigenlijk al voltooid. Ik heb moeite met dat woord uitspreken. Voltooid. Het klinkt zo raar. En trouwens, even over een paar dingen die ik me tegenkom laatst op YouTube. Waar kreeg ik damage? Laatst op YouTube. Namelijk, dat was echt heel raar. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Namelijk, Xuma Void, die ik af en toe wel heb gezegd op mijn kanaal, heeft eergisteren de 1 miljoen abonnees gehaald. Bravo. Maar ook heeft hij, oh dat had ik vergeten, heeft hij dan, weakness, had hij een ontzettend coole video geüpload. Namelijk hoe hij tot de 1 miljoen abonnees is gekomen. En hij heeft dus heel zijn YouTube carrière op een rijtje gezet in de verhaal. Alweer één? Nou, waarom niet? En die video heb ik gekeken. Dat duurde 1 uur en 55 minuten en ik heb hem 2 keer gekeken voordat ik naar school begin. Dus 2 ochtenden en 2 middagen heb ik het gekeken. Vette video. Dat wil ik even vertellen. En 1.15. Ze zeggen dat het een big bug fix update wordt. En dat het vooral wordt gefocust op bugs. Maar ja, je kunt bugs ook als, ja in het Engels dan, als ongedierte zien. Dus misschien zien we meer ongedierte. Maar ze zijn mooi van zij wel dat ze voortaan 2 major updates gaan toevoegen. Per jaar. Dus dit jaar komt EBIT 15 nog. En volgend jaar, dat gaan ze al Mycom 28 september vertellen. Wat in EBIT 16 komt. Dus dat gaan we ook al te weten krijgen. Mojang, oh nee. Mojang gaat lekker jongens. En ik ben echt benieuwd wat er nog meer komt. Zeg wel dat het einde van het jaar als EBIT 15 klaar is. En dat ze dan direct doorgaan naar EBIT 16. Wat we al te weten krijgen 28 september. Dan gaat dus mooi aan een livestream doen. En daar ben ik best wel zo benieuwd wat komt. Nou, even over dat praten hebben. Ga ik nu even alle spullen pakken. Het was heel belangrijk dat ik een diamond chest mee moet maken. En hopelijk wel misschien iets vinden anders. Kijk. Als ik nou serieus vast. Are you kidding me? Oh nee, gelukkig niet. Even denken. Hier mogen we ook nog. In ieder geval, dit was de allereerste aflevering van de No Stone and Wood Challenge, Tools Challenge. De volgende keer ga ik door en dan gaan wij proberen een village te zoeken. Om even wat te recoveren wat we toen al hebben. Holy shit. Fuck dit, weet je. We maken even wat armor. Als ik dat heb gemaakt, dan eindig ik deze aflevering. Nee, dan bedoel ik het niet. Ik maak even een gouden. Zo.
Zo, maar ze kunnen ook een zwaardje maken en een pickaxe. Dat was dus de allereerste aflevering van de No Wooden en Stone Tools Challenge. Nu alleen Diamond vinden en zijn we klaar. Ik hou er nu bij omdat ik deze video graag nog uploaden. Vandaag nog. En ja, het is zo laat. Dus. Nee, 2019. Wat? Dit was de video. En kijk de beschrijving voor wat ik allemaal vertel. Deze video is over Xumavoid en Mojangs. Wat ze hebben verteld. Ik spam dus C, omdat u dit dan doet en mensen worden misselijk. Zorg ervoor. Je vindt dit was de video en later.